On the night of the 12th to the 13th of December, 1912, a violent storm raged over the North Sea. A German lighter called Minnie got into trouble. It was towed by the Ekpatana, a steam tram from the Hamburg-America line, which was on its way from Antwerp to the Persian Gulf. Just as they passed the West Hinder, the captain of the Minnie lost control over the helm. The cable snapped and the lighter collided with the West Hinder. Despite all efforts of the sailors, the lightship sank in less than 20 minutes. The 10-man crew was dragged into the depths of the sea, leaving 8 widows and 15 orphans behind. The Belgian government recognized the West Hinder wreck as maritime heritage. This movie was made by GUE Belgium in honor of the crew of the West Hinder. In ieder geval is het in heel veel kranten geweest, zowel in Nederland als in België. Ja. Als we kijken naar alle kranten schreven erover. Natuurlijk, ja, zoals dat nu een ding dat het in die tijd misschien zelfs een beetje zoals de Herald of Free Enterprise is geweest. Allee, dicht voor de kust, een groot drama. Natuurlijk veel minder slachtoffers, maar ja, toch zeker voor die tijd. Ja, en ze waren de Minnie natuurlijk kwijt. Hè, voor ja. Jij zei het net, een week ongeveer? Nee, geen week, hè. Maar een paar dagen. Uiteindelijk voor Vlissingen ergens teruggevonden. Ja. Dat is toch wel een stukje. Dat is toch een stukje, je staat niet eens op de kaart. Nee. Dus ik denk dat we daar wel een verhaal rond kunnen maken. Echt de hoogte van je mavel. Dus we hebben op de algemene vergadering het idee gelanceerd om op de Noordzee een project te gaan draaien. En we hebben goede respons gekregen van eigenlijk al onze leden om dat te gaan doen. En ja, uiteindelijk hebben we dan besloten om de Westhinder te kiezen. We hebben een kick-off dag gehouden waarin dat we het project hebben voorgesteld. Dus het wrak de Westhinder hebben voorgesteld, wat voor duiken dat we wouden doen, welke doelen dat we ons wouden realiseren. Op fotovlak, op 3D-vlak, op geschiedkundig onderzoekvlak. We hebben voor een stuk ook moeten kijken naar de veiligheid. Alle duikers samen te brengen en een soort nettentraining te geven voor degenen die het nog niet hadden gehad. En dan praktisch gezien was het natuurlijk ook nodig om te coördineren met de schipper, te coördineren met alle andere facetten en alle andere mensen. En ervoor te zorgen dat er continuïteit op het project was. We begonnen op dag 1 met niet heel veel zicht op wat het wrak zou zijn, wat de staat van het wrak zou zijn. En na 2 duiken wisten we al veel beter welke doelen dat we konden bereiken. Filmen onder water is het soms ook wel een uitdaging. We zitten in dit voorbeeld op 30 meter diepte. Het licht is daar van mindere intensiteit. Dus we hebben lichtduikers nodig. Althans, ik gebruik lichtduikers. Hoe ik dat doe is eigenlijk om op voorhand met de lichtduikers volledig af te spreken wat, wie, wanneer gaat doen.
Daarvoor gebruik ik een storyboard. Ik teken dat meestal zelf helemaal uit, met al in mijn hoofd ongeveer hoe ik de beelden wil hebben, om die vervolgens met de lichtduikers te bespreken. Tijdens de Noordzeeduiken hebben we vaak te maken met verschillende omstandigheden. Daarom zorg ik ervoor dat ik zo flexibel mogelijk ben. Ik heb verschillende scenario's die ik kan kiezen naar gelang de omstandigheden die ik heb. We hebben het plan om de Westhinder in kaart te brengen. En we gaan dat proberen te doen op basis van fotogrammetrie. Dus de methode waar door 2D foto's, dus gewone foto's, heel veel foto's, dat je een reconstructie maakt van een 3D object. Een van de knelpunten die we hebben voor dit specifieke wrak is dat het in de Noordzee ligt. En dat de omstandigheden zeer slecht kunnen zijn. Slecht zicht, wat wil zeggen dat je eigenlijk zeer dicht tegen het wrak moet gaan en dus ook heel veel foto's moet nemen om een degelijke reconstructie te kunnen maken. Dus een van de problemen die er dan zijn als je echt heel dicht op een wrak zit, om gestructureerd alle punten van het wrak te kunnen in kaart brengen, is dat je een soort van systematiek moet uitbouwen. Uiteindelijk hebben we daar besloten om te proberen met een soort van lijnentechniek te werken, gestructureerd voor het filmen lijnen aan te brengen en dan deze lijnen te volgen om een richting en een oriëntatie te hebben. Strooilicht zorgt er ook voor dat het als lichtduiker zelf moeilijk is om te zien wat je effectief aan het belichten bent. En want, ja, je schijnt in een bepaalde richting en het strooilicht komt terug naar jou en dat maakt dat je onder je eigenlijk een grote bal van licht ziet. En dat maakt het moeilijker om gecoördineerd ervoor te zorgen dat er een mooie egale belichting van de volledige scène is. En de manier die we gevonden hebben, die best wel werkt, is als de cameraman de twee lampen die op de camera zelf staan, naar buiten richt. Waardoor er eigenlijk vlak voor de camera een donkere plek is, die je dan als lichtduiker probeert ingevuld te houden. En die manier werkt best wel goed. Zelfs bij slecht zicht zijn we zo in geslaagd om een toch redelijk egale belichting te zorgen.
Daarnaast hebben we ook nog gezien dat het wrak goed beschermd wordt. Op een van onze duiken is er een interventie geweest van het Belgisch patrouilleschip de Pollux. En zij kwamen aan boord om te controleren dat we wel geregistreerd waren en effectief op dit wrak mochten duiken. Wat natuurlijk wel het geval was.